Goedemorgen Angela. Goedemorgen, ben je er weer? Ja, tuurlijk, altijd. Ja, voor een goed doel hè, dit keer. Okay. Goedemorgen Nicolette. Goedemorgen. Okay. Ook alles goed met jou? Heel goed. Ja. Okay. En met de kleine? Die komt er achteraan lopen. Die willen we ook hebben. Okay. Sorry. Ja, oké. Angela, goedemorgen. Goedemorgen. Dames en heren, goedemorgen. Wat fijn dat u er allemaal weer bent. Het is natuurlijk Wereld AIDS-dag, 1 december. Op zondagochtend. Excuses daarvoor, volgend jaar is het maandag. Ja, zo uit de moskee. En we hebben weer geprobeerd het goed onder aandacht te brengen. Wat best lastig was, omdat er ook in één keer een 555-actie was. En eigenlijk december zo'n maand is waarbij iedereen wel aandacht vraagt. Maar we hebben dit keer wel echt weer een ontzettend goed verhaal. Stop AIDS Now wil in Oeganda 100.000 kinderen laten testen op HIV. Want het is nog steeds zo dat iets van 575 kinderen per dag sterven aan de gevolgen van AIDS. Terwijl dat al lang al niet meer hoeft. Gewoonweg omdat ze geen levensreddende behandeling krijgen. En dit is een prachtige actie verder geweest. Als je de kinderen kan laten testen, hebben ze gewoon een prachtige toekomst. Gezonde toekomst. Kunnen ze zelf kinderen krijgen, een relatie krijgen. En dit is een hele duidelijke actie. En het is heel erg belangrijk en heel erg goed dat Stop AIDS Now daar nu mee begint. Omdat dat nog een beetje een ondergeschoven kind is. We weten inmiddels wel wat we kunnen doen om AIDS te bestrijden en de wereld uit te krijgen. Maar dit is een heel essentieel onderdeel ervan. Dus het is de hoogste tijd. En wij staan hier met knuffels. 160.000 knuffels per jaar verliezen hun vriendje, is het verhaal. Kinderen die gewoon onnodig sterven aan de gevolgen van HIV en AIDS. Dus wij leggen nu symbolische knuffel neer en kunt u fotograferen. Wilt u er eerst naartoe rennen dat we het aankomen lopen?